Goedendag, welkom bij de tweede aflevering van New Technology News. En wat een tijden zijn het op dit ogenblik voor de ICT-industrie. Vindt u niet? Er gebeurt zoveel. We nemen vandaag onder de loep de WAP. Uitvinding misschien wel. De Wireless Application Protocol, of ook wel genoemd Where Are The Phones? Want de technologie is er, maar de hardware laat op zich wachten. We bekijken mysap.com, ook als een ongelooflijk succes op het ogenblik. We stellen u voor aan een van de meest boeiende en inspirerende IT-managers van Nederland. En natuurlijk besteden ook wij aandacht aan die vakbeurs CeBIT in Duitsland. Nou, het wordt u allemaal gepresenteerd en mogelijk gemaakt door het NTNT-team. Die CeBIT dus om te beginnen. Een zakelijke beurs waar 700.000 bezoekers naartoe zijn gekomen dit jaar. Stelt u zich voor wat een aantal dat is. Het geeft goed aan hoezeer alles wat met ICT te maken heeft op dit moment in de belangstelling staat. Wij waren onder die 700.000 bezoekers en gingen in al die drukte in Duitsland op zoek naar het nieuws voor u. Bluetooth is just a brand new technology that's emerging, and there are a number of developers that are working on the technology. And I believe by the latter half of this year, you will see Bluetooth technology available from many of the companies that are supporting and promoting Bluetooth as a technology. Well, there'll be all types of wireless applications that allow you to make connections to your personal area, to personal devices such as your cell phone, your notebook, your palm, the types of devices that you would carry around with you. One application that we're showing here today is the ability to control a PowerPoint presentation from your palm with no wires required, all done via Bluetooth connection. You can forward the presentation. You can circle items on the presentation, it shows up there. In addition, we've got another device here, which is capturing an image. After the image is captured in this notebook, it's transmitted without wires to this notebook, and it will show up on here as soon as it's stored onto the hard drive. Those are some existing types of things you can do with it. There are many more things that you can do with this application. You could actually have your palm device make a connection to your notebook, which would then make a connection to the cellular network and pass the audio connection off to an earpiece, which is all Bluetooth, which means you would need no cables to make that happen. So think of it as a network that travels around with you. It could be used in a small business, could be used in an enterprise, could be used in your home. I can't speak to the initial cost because the technology is so new, but the pricing will be such that it's affordable to be integrated into a device like a palm, into a notebook, or into a cellular telephone at a reasonable cost so that the end user can afford that cost so all devices can talk to one another. Get on up and dance. Dit is een smart card gebaseerd op de laatste standaard volgens een Bluetooth concept. Dat betekent dat hij draadloos kan communiceren met de PC. En deze smart card heeft beschikking tot alle persoonlijke informatie van de user van de PC. Zodra de user in de buurt van de PC is, krijgt hij automatisch toegang tot de PC. En zodra hij wegloopt van de PC, dan wordt de PC wordt beveiligd en kan niemand meer toegang krijgen tot deze PC. Oké, als ik nu terugloop naar de PC, dan zul je zien dat hij automatisch weer toegang geeft tot de PC. En ik weer gewoon als eindgebruiker kan werken. De bedoeling is dat het op grote schaal ingevoerd kan worden als een smartless, als een contactless smartcard. Je zou kunnen denken aan andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld het integreren van deze kaart in auto's, waarbij je bijvoorbeeld de standen van je stoelen, je spiegels en dat soort dingen vastlegt op een smartcard. Die koppelt aan een persoon. Dus zodra je met deze smartcard in je auto stapt, worden meteen jouw gegevens daar ingevoerd. En diezelfde smartcard kan weer worden gebruikt voor een PC of voor andere toepassingen. WAP is a protocol that gives you interactive
services to your mobile phones and a way to access internet content. WAP is deploying right now. We have the first generation of WAP phones, the 7110s, and then we are already seeing this second wave of WAP phones coming up. There are already several services on WAP deployed and provided by network operators, and there are already companies setting up independent or third-party applications on WAP. Most of the services provided today are in the nature of news services, weather services, and entertainment. It gives a company a possibility to increase customer service and increase customer loyalty, which of course will result on the bottom line. Typical applications on WAP are in the field of personal information management, enterprise resources planning, ERP, customer resources management, CRM. Applications that give you your business critical information when you need it. In its simplest form, WAP is very easy to deploy. If you just think about a company who have their own email server, in addition to that email server, they just need to install their own WAP server and connect it with a connector to the same inbox that you're using already today. So in its simplest form, WAP can be accessed to your email with your phone. In just a matter of a few years, there will be more mobile devices accessing internet content and e-commerce services in the internet than what there are PCs today connecting to the same services.